Oh my god, mens. Vandaag is het... Zondag. Zondag. Dus zeg we... Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blue. Anouk zegt dat dus tegen mij. Maar niet filmen, hè. Maar niet filmen, hè. Want ik ben juist uit mijn bed. Ik zit daar in mijn pyjama. Kijk. Kijk, nieuwe dag, nieuwe vlog. Wie dat met je wel mogen filmen, dat is Bobby, hè. Ja, Bobby. Ja, hè. Dat is ons hondje, hè. Gaan we gaan wandelen? Ga je mee gaan? Wandelen? Ja? Woof. Wil ik een woof? Nee. Oké, okay, dus mijn vorige hond die... Maar jij... Ja. Goed. Allee, we gaan de eerste keer een beetje gaan wandelen. Hè? Want dat doen we. Elke keer dat we opstaan, doen we een klein wandelingske. Hè? Gaan we een keer in het park. Niet bijten, hè. Niet bijten. Ja, goed. We gaan wandelen en vandaag wordt een hele leuke dag. Want vandaag... Wat gaan we doen? Nog gaan wandelen. Vandaag gaan we gaan wandelen in de havers vanmiddag. Dus eerst gaan we naar Waregem. We gaan Zoe terugvoeren, want Zoe heeft nu een vakantiejob. En we moeten haar toch naar Waregem voeren. En vandaar gaan we naar, waar is dat? In Harelbeke? Harelbeke, naar de havers. En dan gaan we een keer een schone wandeling maken met de hond. Hé, Bobby? Ja, hé? Goed, allez. Dus het wordt een wandeldag. Allez. Oh, oh, oh. Hé, hey, beetje kalm, hè. Anouk is best aan het kijken naar Mokro Mafia. Ik heb volledig die 4 seizoenen gezien. Dat is overdreven goed, hè. Maar echt niet normaal goede serie. Het enige dat aanbetand is, is dat ze constant kanker zijn. Kankerzooi. Kanker Pita. Kanker, weet ik veel, maar bij alles zijn ze kanker. Dus moesten ze dat een klein beetje minder doen, zou het nog beter zijn. Maar hey, het is wat dat is. Kijk, voilà. Dat is Mokro Mafia. Voilà. Allee, Bobby, zijn we weg? Kom. 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 Ami. Oké, okay. Dus niet enthousiast. Maar toch gaan we gaan. Allee, tot ziens, hè. Yo! Wat er zo hatelijk is aan de mens, echt waar, dat is gewoon dat ze met haar hond gaan wandelen, like dat ik doe. Maar gewoon dat ze, als die hond kakt of zo, dat ze dat gewoon niet opkuisen. Dat is gewoon zo hatelijk, dat is niet normaal hoeveel mensen dat nog altijd doen. Overal hangt er zelfs plakaten van, kuis alsjeblieft op. En er zijn hier, ik weet niet hoeveel vuilbakken. En toch, nee, zijn er nog altijd mensen... Die echt zo'n grote drol laat liggen. Dat is echt niet normaal. Ik haat het. Ik heb altijd van die zakjes mee. Wacht, hè. Zo. Van die poepzakjes noemen ze dat. Hè. En ik kuis altijd op. Altijd. Ik heb zelfs één keer dat ik ze vergeten had. En ik gewoon een madame die hier aan het wandelen was. En ik gewoon een zakje gevraagd. Ik heb dat direct gekregen. En dan kuis ik het altijd op, want ik vind dat zo vuil dat de mensen dat laten liggen. Plus, dit is hier zo'n schoon park. Ik moet dat een keer bekijken. Dit is hier echt niet normaal schoon. En toch zijn de mensen die constant door hun afval ook laten liggen. Dat is gewoon echt... Ik haat het. Al die vuilbakken hier. En mensen smijten onder blikjes, papiertjes, ook mondmaskers nog altijd. En ook natuurlijk die mond, vanaf dat hij dat ziet. Ah ja, dan pakt hij alles op en begint hij ermee rond te lopen. Hé, Bobby? Het is waar, hè?
Goed, allee, we gaan nog een beetje wandelen. Dus één ronde hier in dat park is ongeveer een 2 kilometer. Hey? En dat doen we elke dag opstaan en direct gaan wandelen. Maar in het weekend eet ik eerst, maar normaal ga ik eerst gaan wandelen en dan pas eet ik. Maar in het weekend niet, hè? Hè? Matje? Het is waar, hè? Het is mega schoon weer vandaag. Dus we gaan er een leuke dag van maken. Hè? Allee, tot zo biet, hè? Yo! En ondertussen zijn we weer, 10 uur. Oh, is het nog maar 10 uur? Ja. Oh, dat al later wel. Hij gaat nu al koken. Maar ik moet wel na 11:30 eten, hè. Het is 10 uur. Maar ik moet dat... Het is 10 uur en hij gaat om 11:30 nee, mee. Nee, doet dat 1:30 voor wat kiek te... Wat kieken? Kiek te bakken. Zit, ik word mishandeld, like Johnny Depp. Oh, John, dat is bewezen, jij is mishandeld. Hoe is dat niet mishandeld? Nee, ze heeft allemaal uitgevonden. Hoe zit het allemaal uitgevonden? Nou ja, die is wat in haar kop. En wat? Is dat wat ik wil zeggen? Jij is mishandeld geweest door haar? Dus ik ben ook altijd mishandeld geweest door u. Allee, we moeten om 11:30 eten. Maar, en nu gaat ze... Maar kan ik dat nu toch niet... Ik ben gewoon klaar. Ah, oh ja, en ik moet dat geloven. Gaat je biet dat kieken bakken, die pasta koken? Altijd zo. En altijd moet ik koud eten op eten. Altijd koud. Oh my god. Hé, Bobby. Dat is waar, hè. Ons eten is altijd koud. Ja, natuurlijk. Dat is waar, hè, jongen. Ja, dus, wat gaan we eten vandaag? Ga ik eens zeggen, hè. Gisteren hebben we een biefstuk gegeten. Nee. Hey, zullen we een biefstuk gegeten? Ik niet. Maar we hebben nog champignons over. Ze gaan nu champignonsaus maken. En ze heeft kipfilet uitgehaald. En een beetje pasta gaan ze erbij maken. En dat gaat lekker zijn, hè? Ja, dat gaat lekker zijn. We gaan dat eten. En dan gaan we Zoe naar huis voeren. Want Zoe moet van de eerste keer werken. Kijk, we gaan kijken. Zoe haar een reactie laten geven. Hoe dat ze... Hé, Zoe? Het is waar, hè? Maar ja, Zoe ligt nog een keer in de zetel. Eigenlijk zie je geen andere... geen andere beelden van Zoe, want Zoe plakt een zetel. Dat is niet waar. Hoe, het is geen waar. Elke keer dat we zien, legde hij hier een zetel. Dat is waar, hè, Zoe? Ja, goed. Zoe moet voor de eerste keer vakantiejob doen. Ha, goed, hè? Ze is blij, hè, Zoe? Kijk, die mond stikt hem ook weg. Hé, Bobby? Wat is dat, hè? Uit de zetel. Ah, ja. Het is mijn gsm. Goed, oké. Dat hadden we een mega interessante vlog weer worden. Hè. Mensen gaan weer zeggen van wow, zot dat was. Dat weer delen met iedereen. Dat liggen wel al aan. Pas ja, op. En dan? Ja, en dan? Dan ga je weer zeer doen, dan ga je weer blij. Oh, weer zeer doen. Weer een dokter met u. Ze is weer fel vandaag, ze. Ze is weer fel, ze. Nee. Allee. Maak jij maar uw champignontjes. Hè? Dat is wel voor u, hè. Ah, het is voor mij. Ja, ik heb de mijne gisteren. Ja. Ah, het is juist, het is apart eten, hè. Ah, ja, hier, waarom? Ja. Leg het maar uit. Dus, ik ga het een keer uitleggen. Het is nog niet bewezen, maar het is dus al een paar maanden dat ik elke keer ziek ben.
En ze zijn dus nog altijd niet gevonden wat dat is, maar... Alles is oké met je hart. Alles is oké met mijn hart. Ik heb maagonderzoek gedaan, zo'n darm in mijn... Ik heb een... darmonderzoek, wat zeg ik nu? Een maagonderzoek gedaan. Dan heb ik dat nu... Dus een maagonderzoek gedaan. Ik heb dan ook zo een darmonderzoek gedaan, met zo'n darm in mijn anus. In mijn poepie. Dat is ook gebeurd. Ik heb van alles gedaan. Ik heb ook een slokdarmonderzoek gehad. Echt niet normaal. Voor te vinden. Ze hebben niks gevonden. Maar ik heb het gevonden. Maar het is nog niet bewezen, maar maandag, ga ik naar een dokter gaan en ik ga dat gaan vragen. En ik heb dus ontdekt, elke keer dat ik iets eet met melk, of waar dat er melk in zit, ben ik dus mega ziek. Ik heb dat beginnen opzoeken en ik denk dat ik lactose intolerantie heb. Of lactose intolerant ben. Zoiets in die naad. Weet ik veel. Maar ben bijna zeker. Want als ik iets eet waar er totaal geen melk in zit, ben ik niet ziek. En alles wat er melk in zit, ben ik wel ziek. Dus volgens mij is dat dat. Dus daarom gaan ze champignonroomsaus maken met Alpro. Daar zit er totaal niks van lactose in. Maar dat is dus wel mega ambetant. Dat ik dat, hè. Want je mocht, ik weet niet hoeveel dingen echt niet meer eten. Hè. Dus als we nu bakken en braden, is het Alpro soja dat we pakken. En echt op alles moet ik dus naar kijken. Naar de ingrediënten, want overal zit er dus melk in. Of wat is het? Melkzuur, melkpoeder, melk, gewoon melk, koffiemelk, wat ging ik nu zeggen? Koemelk, weet ik veel. Overal zit er melk in. Dus ik moet vanaf nu goed opletten. Maar dinsdag en maandag heb ik dus een afspraak voor zeker te zijn dat ik daar. En toen, ja, mijn leven gaat weer een stukje veranderen. Hè. Dus mijn hart is al naar de kluten. En nu is ook nog mijn man naar de kluten. Leven is naar de kluten. Hè. Mijn relatie is ook bijna naar de kluten. Dat is waar, hè. Ja, want... ja. Het gaat enorm slecht tussen ons tegenwoordig, hè, zoetje. Mm-hmm. Het is enorm niet, het is niet normaal. Ik weet niet of ik het ga kunnen volgen met Anouk. En aan wie legt dat? Aan wie legt Ieren? Homo zwijn zeker? Allee! Dus u staat zo weer nog tegen dan ook van... Maar wie zijn eigenlijk samen? Ja. Jongens toch? Ja. Met het beste wat u ooit is overkomen. Het beste. Beste. Had nog nooit zo'n vent meer vinden zoals ik. Dat is een feit. Dat is waar, hè? Voilà, Anouk is ondertussen kippenblokjes aan het snijden. En hoe mooi de kipfilet opkuisen, zoetje, dat er geen peesjes in zitten en al, je kent mij, hè. Dat moet allemaal picobello, ey, zot. Dat moet allemaal picobello in orde zijn, hè. Goed, oké, okay, we gaan nog een beetje verder koken, of zijn nog een beetje verder koken, en dan gaan we lekker eten. Yay! Oh my god, mensen, Anouk heeft echt iets zot uitgevonden. Nee. Niet normaal. Jawel, hij heeft dat wel uitgevonden. Zie je, dat is juist Griekse pasta klaargemaakt. Dat ziet eruit als rijst, maar dat is pasta. En dat smaakt gelijk. Juist zelfs like Aiki noodles. Ik zweer het u, wat heb je daarin gedaan? Kippenkruidenolie en ras elganoot. Kippenkruidenolie en? Ras El Hanout. Ras El Hanout. Ja. Mijn pa gaat hier niet meer willen eten. Ze. Als ze dat gewoon. Nee, maar Ras El Hanout. Wat is dat nu weer? Dat? Ras El Hanout. Hanout. Dat ken ik niet. Ze. Ja, dat zijn Marokkaanse kruiden. Marokkaanse kruiden. Ik ken dat niet. Beetje pikant. Hé, maar dat is wel lekker.
Dat was in de tomaatjes ook van de week. Hé, maar dat is niet normaal goed. Dat is lekker, hè. Ras el anout, kippenkruiden en olie. Mensen, aanrader. Griekse pasta. Nog een keer. Ras el anout. Wat? Het is zo. Ras el anout, kippenkruid. Anout. Kippenkruid. En olie. Dat is gewoon goed. Ik zweer. Oh, wij spreken like mokro-mafia. Dat is kankergoed, man. Ja. Zo lekker. Niet normaal. Voilà die mensen. En ondertussen zijn we toegekomen in de havers. We hebben Zoe weer gaan afzetten. En we hebben daar nog vlug een koffietje gedronken. En nu gaan we een beetje wandelen met de doggy hier. Die juist overgegeven heeft in de auto. Hé, Bobby? Kom maar een beetje dicht. Ja, kun je dingen? Wat? Voor te wandelen. Mijn dingen aan voor te wandelen? Ah, mijn app. Pas op, hè. Blijven op duw. Ja, voilà. Dus ik heb zo'n app, hoe noemt dat? Strava. Ja. Strava, dat ik ga aanzetten. Ah, ik heb hier nog twee kusjes gekregen van uw zus. Van wie? Van, Anaïs. Oh, ben blij. Ja, dus joepie. Video. Dus we gaan hier die ding aanzetten, die Strava. Zo, en dan kunnen we juist zien hoeveel dat we gewandeld hebben. Oké, we gaan dat nu doen. Voilà. Zo, en start. Voilà, zie. Let's go. Yo. Zo moeilijk om met die mond deftig te filmen of gewoon deftig foto te trekken. Hè. Dat is niet normaal. En dat is juist geprobeerd voor hem daar op te krijgen. Daar. Trouwens, als je de foto's wilt zien, kun je het zien op Instagram. Blu-ray, official Pepe Blue. Ja, kijk. Allee, wat gaan we nu doen? Speed light in het water, hè? Wat is dat? Dat is verschrikkelijk. Hé, hey, wat ga je doen? Niets. Dus het is echt mega moeilijk. En elke keer dat je zus een foto wil trekken, moet hij bewegen of moet hij wegkijken of moet hij... Het is alsof geen fotogeniek mond, hè? Jawel, maar je wel niet. Ah ja. Hé, hey, waar gaat dat nu naartoe? Okay. Een ander daar. Hé, hey, waar ga je naartoe? Kijken. En drinken. Heb je dat weer? Ah ja. Allee. Was het interessant, ja. Hé? Hey? Bobby. Is het interessant? Ja, ik heb het op nee geweest. Wat was dat gisteren? Ja. Ik vraag me eigenlijk af, in de hondenwereld, wat voor hondenstem dat jij heeft? Een mietje stem. Wat een mietje stem? Ja, dat is een mietje. Wat ben jij? Hé, mietje? Bobby, hé, mietje? Ja. Nee. Je mietje, nee. Nee, je mietje, nee. Nee. Ja, goed. Allee, we gaan, het is hier wel super schoon, hè, mensen. Kijk, voilà. Daar is er iemand met een bootje aan het varen. Voilà. En ook gaat nog een keer de gevaarlijkheid hangen. Het biedt er achter mee boven. Niet van, zegt hij. Ga hij maar alleen naar beneden. Ja, maar jij is zo fotogeniek.
Maakt dat je er niet in valt, hè? En nu moet ik een foto trekken. Let's go. Yo. Oh, oh, ah. Oh. Allee, die koorten zit heel rond mij. Allee. Allee. Jongen, doe hij eigenlijk allemaal. Ik ga hem hier loslaten. Maar je loslaten, maar ja. Ik wil ik hem loslaten, maar als mensen... Ja, ik heb snoepjes. Wie loopt dat weg? Nee, ben nee, ja, ik ken dat. Maar ik ben geen scheidluis. Maar die... Wel, die nont is een mietje, ik ben ook een mietje. Voilà. Ja, ik ben toch een mietje. Voilà, oké. Okay. Ik ben een mietje, voilà. De titel van de vlog, ik ben een mietje. Voilà. Ik wil wel een banaantje. We zijn hier even pauze aan het pakken. Ja, de hond is aan het eten, juist een beetje gedronken. We hebben zo een bakje mee met een flesje aan. Maar normaal moet je dat zo, is er een speciale manier voor dat van te drinken en zo. Voilà. En ja, maar ja, dat komt er van, hè, met je mond vol. Je doet af en toe aan een keer, hè, met je mond vol. Ja. Het zijn hier strijken, hè, zoetje. Wat? Wat zei je? Ik zei niets. Nee? Nee. Hmm. Banaantje? Koekje? Ja, Anouk heeft weer een probleem. Zie mijn kous aan. En het zit alweer dubbel tussen haar tenen. Ja. En waarom? Dat... Allee, dus ze zegt, mijn kousen is gewoon een lap. Een lap. En bij haar, in haar kousen zit er een vorm. Ja. Maar in mijn kousen zit er ook een vorm. Nee, zit daar geen vorm in. Maar wat een zever is dat? Soms zeg je zo'n ding dat nee, ik zei van... Nee. Jongen, ik kan nog een beetje... Dat is geen soms zever. Ding zeggen... Jongen toch... Ik ga je dat straks thuis een keer tonen. Maar dat is... Allee, daar zit je ook een vorm in mijn kousen. Nee, nee. Waarom zit er nu geen... Dus, ah. mijn kousen zijn gewoon... Een lap met een rekker. Een lap met een rekker. En gaat die non tijdens nog normaal wandelen? Of... Nee. Allee, serieus. Kom. Auw. Bobby. Ik zit vast hier. Ah, jongens toch. Dus ja, allee. Mijn kousen zijn weer niet goed. Want het is gewoon een lap met een rekker. Wat hè? Kikkervisjes. Kikkervisjes. Ja, zo veel. Zie? Oh ja. Kijk mensen, hoe kijk, nee? Zie je dat daar? Wow, superveel. Oh, hier zijn er nog meer, hier zijn er ook schuil. Ah ja. Ah, maar kikkers. Allee, zijn nu blij, ja? Ja, dat is alleen van mijn jeugd dat ik daar gezien heb. Van uw jeugd? Ja. Dat ook al lang alleen, Ton. Ja, het is heel lang. Ah ja. Een nou doze, lekker hè? Ja. Oh, ik kom achter ze. Hé, het zijn maar jaartjes, hè? Ja, hij zijn 40, ik ben 39. Ja, binnenkort 41. Hé! Hey. Eet ze niet op, hè? Ja, misschien is dat heftig. Dat weet ik niet. Is dat heftig? Dat weet ik niet. Ah, hij weet dat niet. Hij weet anders altijd alles zo goed. En dat weet je weer niet. Dat weet ik niet. Ah ja. Ah, nee. Dat is hier een val, hè? Hé, hey, ga je erin vallen, ja? Ja. Ah ja, het zit een kikkerdril. Hoe noemt dat? Kikkerbil? Kikkerdril. Hoe noemt dat? Kikkervis. 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 Kikkervisjes noemt dat? Ah, kikkervis. Kikkerbil. Dat zeg ik eigenlijk. Het zit een kikkervisje in zijn... Oh, kijk, eentjes. Allee, is het goed, Bobby? En u dacht, ja? Allee, kunnen we voort? Allee, salut. Voilà, zie. Ondertussen zijn we weer in Notto. En we gaan een kwiksje doen. Voilà, zie. Een kwiksje.
En natuurlijk met mijn lactose gedoe moet ik nu opletten. Ik heb dat allemaal moeten opzoeken met allergieën toestand en al meer buiten, maar ja, het is wat dat is. En het eerste wat ik kan eten zijn chicken dips en gewone hamburger. Daar zit er geen lactose in. Frietjes. En frietjes natuurlijk. En cola. Dat ook. Maar waarom niet cola gevraagd? Ah, we hebben geen cola gevraagd. Maar ja, ik ben papa. Smakelijk. Voilà, zie. Dus wat gaan we nu doen, mensen? We gaan nu naar de ouders van Anouk, Piet en Els, maar die zijn niet thuis. En nu gaan we een beetje gaan chillen in de jacuzzi. Voilà. Waarom? Omdat het kan. En waarom? Omdat het ook de laatste 2 weken zijn dat we erin kunnen. Want in de zomer zou er al het water uit de jacuzzi. En dat ze de zomer niet in de jacuzzi gaan, omdat dat veel te warm is. En ook omdat ze bijna niet thuis zijn. En dan, ja, dat draait heel de tijd, dat staat heel de tijd aan zeker. En natuurlijk verbruikt dat dan. En natuurlijk, als je niet thuis bent, is het stom dat dat aanstaat. Hè. Dus, goed. Kijk, dat duurt 5 minuutjes. Nog niet. 2 minuutjes. En dan zijn we er. En dan gaan we kijken. Lekker eten en gaan we in jacuzzi. Let's go. Yo. Yo. Moet zeggen, zoetje, ja. Die, wacht, ik ga eens keer focus komen, voilà. Die hamburgers op de foto zien er wel een beetje smakelijker uit dan die lap hier eigenlijk. Hey. Maar hoor, ja. Toch gaat het smaken, hè. Van wie? We hebben hier ondertussen ook een colaatje gepakt, dus sorry Piet, dat ik een cola gepakt heb. Het is wat het is. Ik zal u wel een keer een weer trakteren. Maar niet direct. Allee, zoetje, smakelijk. Smakelijk. Wat heb je eigenlijk gepakt? Allee, kijk wat dat doet. Ah wel? Mag niet, hè? Oh ja. Wat heb je gepakt? Vriendje. Een giant? Ja. Nog iets dat ik niet mag eten? Ja, mag het wel eten, maar zonder saus en zonder kaas. Ja, toen kan je even goed een hout dan pakken, hè. Ja, ja. Goed, allez, we gaan eten en dan gaan we in je jacuzzi. Oscar. Zeg. Oscar. Zeg. Zie je dat, Kim, hoe streng dat is tegen de hond? Hé! Hey. Nee, maar Oscar is de hele tijd aan het grond. Naar Bobby. Mijn hand dat Bobby hem niet rust laat. Ah, ja. Stop het! Ze zijn aan het vechten. Hier. Voilà, kijk, dat is de echte Anouk die boven komt. Stop het! Dat is een hond. Oh, tegen wie jij dat nu? Tegen Bobby. Ah ja, ah. Want Kim kijkt ook altijd naar de vlogs. Dus je moet goed opletten wat je zegt, hè. Ja maar. Bobby, nee. Kim is mijn zoetje. Dat weet ik. Voilà, zie mensen. Ondertussen zitten we in de jacuzzi. Maar wat er daar juist gebeurd is super spijtig dat ik het niet aan de vlog heb. Maar daar juist was Bobby hier, was hij gewoon in het water gesprongen. Nee, mag niet. Mag niet. Ik had dat nooit verwacht dat die hond in dat water ging springen en in één keer zegt hij plons, helemaal onder. En natuurlijk, ja, we proberen hem te pakken en die hond schiet in paniek. En Anouk staat vol van de schade. Heel haar lichaam staat vol van de schade. Mijn lichaam staat ook vol van de schade. Het is wel leuk met zo'n hondje jacuzzietje doen. Hé, hey, Bobby? Hé, hey, is een kletsnat, jong. Hondje. Hé, hey, dat moet niet zo jong. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Er niet in. Is hij kletsnat, vent? Mag niet, hè? Dus ja, we gaan hier op het gemakje een beetje genieten. Van die. Maar jongen, toch? Nee. Nee, Bobby. Nee. Goed, allez.
wij gaan hier op het gemakje genieten en dan, ja, wat we dan nog gaan doen daarachter weet ik niet, maar we gaan hier altijd een uurtje in het gemak. En ja, we gaan het wel zien, hè, mensen. Let's go. Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we alweer thuis gekomen. Ondertussen is het al 21:15 s'avonds. We hebben nog een beetje gechilled hier in de zetel op het gemakje. En nu allemaal gaan slapen, want ik ben super moe. Ik weet, het is 21:15. Nog niet zo laat, maar we zijn alweer wakker van 6 uur. Dus ja, gaan we ook vroeg gaan slapen. Lijkt altijd. Dus allemaal bedankt, mensen, om te kijken naar deze video. Ja. Bedankt en tot de volgende keer, zou ik zeggen. Voilà, dat was het. Allee, salutjes, hè. Yo, yo en yo, hè. Yo, yo.